Lukt het Sparta om bij te blijven? Kan wat inlopen op Go Ahead Eagles, dat twee punten verloor op bezoek bij NEC eerder deze middag. En Utrecht wil zo snel mogelijk weg uit die gevarenzone. En kan die punten ook heel, heel goed gebruiken. Vriend. Bakari. Het is geen slechte voorzet. Daar komt ook een serieuze kopkans uit. Maar Lauritsen lukt het dan niet om echt vol die kracht erachter te zetten. Azarkan. Söntjens komt eraan. Liedberg is er al. En ook Jensen. Azarkan. Zwaardig gespeeld. En Söntjens drukt af. Zijn eerste in het shirt van Utrecht. Een flitsende, goede, snelle aanval met een eindstation. Maar voorin bij Utrecht waren de eindstations toch zeer schaars tot dusverre. Mats Söntjens, klinisch. Zo hadden ze het bij Utrecht dit seizoen al wel graag vaker gezien. Die bal schiet door. Söntjens opnieuw. Hij speelt de bal te ver voor zich uit. Weer zo'n goede bal. Dat is al zijn tweede. Maar opnieuw is die bal geen prooi voor Lauritsen. Brim. Solano. Die bal gaat er niet in. Nee, gaat er niet in. Lauritsen gaf hem nog een zetje, maar het was niet genoeg. Grootste kans voor Sparta. En misschien ook wel het moment voor de ploeg van Rijsdijk om wat vertrouwen te tanken. Negli. Ter Avest. Goede timing. Gevaar nog niet geweken. Daar Bakari. Na goede voorzetten. Nu ook een goed schot, maar geen goal. Sparta krijgt iets meer grip op het duel. Lijkt zich terug te knokken. Na een eerste fase waarin veel meer mis dan goed ging. Lauritsen. Redding van Barkas. Twee grote kansen op rij. Eerst Bakari, nu Lauritsen. Hij zit er nog niet in. Brim. Die bal in één keer. Dat is verrassend. Hij zal het als voorzet bedoeld hebben. Maar hij scheert toch niet heel ver langs die paal. Metinho. Goed. Ruimte gevonden. Bij Bakari. Ah, het is mooi gespeeld, zeg. Lauritsen met de borst en Negli rond dat af. Sparta krijgt die treffer toch nog voor rust. Al een aantal keren dichtbij geweest. En dan is dat voor Negli echt geen makkelijke bal die hij in één keer op de slot moet nemen. Dan krijgt hij van zijn coach 10 punten voor. En Sparta in doelpunt. Jensen, wat ruimte voor zich. Boussaïd, eerste actie. Raakt hij die bal geweldig, dan schiet hij de verre hoek in. Nu dwaalt hij af. Boussaïd. Söntjens. Die bal van richting verandert. Gaat er nog bijna in. Olij en Sparta halen opgelucht adem. Van de kust. Brim. Verrassend geschoten in de korte hoek.
voor hem tegen de verkeerde kant van het netje aan. Seuntjens met de buitenkant op Boussaïd. Zomaar krijgt hij de bal weer, Boussaïd. Seuntjens. En schieten maar. En nog een keer schieten. Jensen en dan Olij. En Liedberg geeft het laatste zetje. En de scheidsrechters staan alles toe. Er wordt wel even gekeken naar Joey Coy. Door Liedberg vooral. Want die weet ook nog niet wat scoren is. In dit seizoen voor Utrecht. Maar nu weet hij dat wel. Het is niet zijn mooiste goal ooit. Maar het is wel zijn eerste goal ooit in het shirt van Utrecht. Lauritsen, Kitolano. Opnieuw Lauritsen, zelf klaarleggen. Lauritsen, die krijgt daar die bal ineens bijna vol op het hoofd. Omdat hij een soort van snoekduik weet uit te halen bij een bal die eigenlijk bedoeld is voor Flamingo. Prim, Lauritsen en Bakari tegen de paal. Hij heeft al zo'n grote kans gehad. En die kon al bijna niet groter, maar deze was het toch daadwerkelijk nog groter. Heel snel gepaast die bal door Bosdogan. Lauritsen legt hem wel heerlijk klaar. Ramselaar. Even was het niet duidelijk bij Sparta wie wat waar, wanneer en waarom. Bij Utrecht is dat nu wel zo met Boussaïd. Kappen, tikken, Ramselaar ging voor het schieten. Ter Avest, Van der Marel, Flamingo, Viergever, Sagnan, El Karouani met z'n zessen. Een blok waar Sparta doorheen moet. En dat probeert het hier ook met Lauritsen. Opluchting, blijdschap, van alles en nog wat bij de Domstedelingen. De derde seizoensoverwinning zorgt voor hele blije gezichten. Utrecht blijkt eens te meer voor Sparta. Een tegenstander waarin de competitie maar niet van gewonnen kan worden.